Sinds begin november heeft deze Henriette Ter Stegen de verantwoordelijkheid voor Fashion Snake. En onder haar leiding is er alleen maar gewonnen. Vanavond tegen koploper Eurospet een moeilijke opgave. Van der Meer. Kos, Haar en uiteindelijk het Lam Scholten. De conclusie is duidelijk. Eurospet is gewoon beter. En daar is de eerste set, 25-16. Tromp en daar is Van Wijnen. En weer het blok, weer Eurospet. Opslag van der Meer. Braaksma. Dan is Hengerveld die denkt van, oh, dat ging wel erg snel. En dan is het afgelopen, ook in set 2. Wessels. Reinders. Raaksma en uiteindelijk is Snake de morele winnaar van dit punt. Mooie rally en het vuur is terug. Eindelijk is set 3 bij VC Snake. Van der Meer, hard, duidelijk en 23-22 set points VC Snake. En de opslag van Wijnja en met een gelukje is daar... Set 3, jawel, 25-23 en Snake doet het gewoon. Pakt hier een set tegen Eurospet. Mulder. Daar is de boer en daar is niet het punt voor Snake, wel het punt voor Eurospet. Wat zich nu toch langzaam gaat opmaken voor de winst. Een knappe derde set heeft Snake gespeeld, maar we kunnen stellen dat voor de rest... Eurospet stukken beter was. En de conclusie is dan ook dat met de bal van Reinders die uitgaat. 17-25 dat Eurospet veel en veel beter was. En daarom ook terecht wint deze wedstrijd met 3-1.